wat is het bromvliegeffect? Wij beschrijven een bromvliegeffect als een heel klein iets in de buitenwereld dat heel sterke invloed heeft op mensen hun gedrag. En vaak is dat onbewust, niet altijd, maar vaak wel. Het is eigenlijk afgeleid van, een beetje vies, dat bromvliegje dat in de mannenpispot op Schiphol zit. Dat is ooit, men wilde dat de mannen niet zoveel naast de pot piesten. Er was te veel schoonmaakkosten. En toen hebben ze dus dat geprobeerd als een soort van klein afleidertje, of eigenlijk aandachtstrekkertje, in de hoop dat mannen wat beter zouden gaan richten. En dat werkt dus vele malen beter dan bordjes met alsjeblieft niet naast de pot pissen. Dat is het bromvliegeffect. Welk muziekstuk of muzieknummer luister jij het meest? Ik heb één categorie werkmuziek en dat is op het moment Portico Quartet. Dat is een groepje Britse mannen die iets wat elektronische, heel erg repetitieve, heel melodieuze, een soort van opzuigende, ritmische muziek maken, instrumentaal. En het laat iets werken ergens als afleiding achter in mijn brein, waardoor ik net iets minder kritiek heb op dat wat ik op dat moment aan het doen ben. Dus een stukje schrijven of een analyse doen of zo, dat gaat dan sneller. En dan moet ik het achteraf nog een keer doorlezen, maar het is er wel alvast. Dus dat luister ik op het moment heel veel. Wat had je graag uit willen vinden? Wat ik graag uit had willen vinden zijn vaak namen voor verschijnselen en niet zozeer, ik bedoel, ik ben geen ingenieur of zo, dus het zijn vaak, ik heb heel vaak bewondering voor mensen die een goede term uitdenken voor een verschijnsel wat al lang bestond. Bijvoorbeeld, dus dat bromvlieg, dat is van Tim natuurlijk, niet van mij, hij is de creatieve geest. En dat is gewoon, daar komt al zijn kennis in samen. Dat is een catchy term die nog niet bestaat, maar je denkt dat je hem wel kent. Echt heel knap. Heeft de kleur van de kaart invloed gehad op jouw keuze? Oftewel, is hier sprake van een bromvliegeffect? In Nederland pakt men ogenblikkelijk die ene waar er nog maar één van is. Dus het schaarste effect en dat in sociale context, dat maakt dat je die wil hebben. I'm Dutch, dus ik pakte de rode. Jazeker heeft dat effect natuurlijk. Het springt eruit, het maakt je nieuwsgierig. Ik denk, jullie hebben die er met een reden in gesterkt. Dus ja. Is dit een bromvliegeffect? Ja, volgens mij keihard. dit is ook wat er in supermarkten gebeurt. En dit is wat er, denk aan een zwart pakje boter in de supermarkt tussen al die Blue Band dingetjes. Dat springt eruit en je denkt, wat dan? Dus wat vind je het beste stuk uit je boek en waarom? Ik vind de inleiding, die heeft Tim voor het grootste deel geschreven, die vind ik echt ijzersterk, ook bij herlezing. Hij laat je het boek inglijden, hij zet to the point waarom het belangrijk is. En op een heel, denk ik, leesbare en aantrekkelijke manier legt het uit waar het boek over gaat. Verder vind ik het, in het einde gaan we heel even op hoe pas je dit nou zelf toe. En dat vind ik ook heel leuk. En ik hoop dus stiekem dat mensen die het lezen daar ook uitkomen. En dat ook daadwerkelijk verinnerlijken en een keertje uitproberen. Ik denk dat de boodschap van ons boek ook echt is, probeer dit thuis uit. Want het maakt je een nieuwsgieriger mens en het laat je inzien dat mensen, dat heel veel van de dingen die mensen doen niet aan zichzelf te wijten zijn, maar eerder aan de omstandigheden. Dus het maakt je een wat vergevingsgezinder mens. En dat spreekt mij heel erg aan als achterliggende boodschap in het boek. En dan, als je me vraagt naar mijn lievelingsonderwerp binnen de bromvliegjes, dan zijn dat denk ik de tijdsbromvliegen. Dus we hebben één hoofdstuk waarin alles gaat over het moment waarop je de beslissing maakt en hoe dat impact heeft op wat mensen gaan doen. Waarom wilde je dit boek schrijven? Ik denk dat het een ontzettend belangrijk onderwerp is, omdat als je het boek hebt gelezen je anders je gedraagt. Wel denk ik omdat je anders naar de wereld kijkt, omdat je bewust bent van hoezeer factoren van invloed zijn op je gedrag. Neem je jezelf minder kwalijk, neem je andere mensen minder kwalijk en ja, wie weet zijn er ook daadwerkelijk mensen die dus hun eigen omgeving een beetje anders inrichten, zodat ze net wat meer bij hun lange termijn doelen in de buurt komen. Of de omgeving voor hun werknemers, of de omgeving voor hun kindertjes, of whatever. Dus ik denk dat je het op heel veel plekken kunt toepassen en het is gewoon verschrikkelijk leuk om na te denken over hoe je met gedrag van anderen kunt spelen. Dus ja, het is gewoon plezier eigenlijk. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Eigenlijk gewoon omdat het zo'n leuk onderwerp is. Ik denk dat gedragseconomie en marketing, want het ligt natuurlijk heel dicht tegen elkaar,
dat gewoon zulke, zulke manieren van denken zijn die mensen herkennen, maar die je op een andere manier laten kijken naar de wereld om je heen. En dat is gewoon erg leuk, vind ik zelf. Dus dat wens ik anderen toe.